Dit is een van de liftschachten van de Emma Hendrik. De laatste kolenmijn van DSM, de vroegere staatsmijnen, die aan het einde van het afgelopen jaar zijn productie heeft gestaakt. Voor de laatste maal zijn de kompels over de 5 verdiepingen uitgezwermd via de uitgebreide ondergrondse wegennetten die toegang geven tot de kolenlagen. In deze verkeersaders vindt het eerste deel van het transport plaats per trein. Enkelen verplaatsen zich soms per railfiets. In de aansluitende galerijen wordt voor personenvervoer ook wel gebruik gemaakt van een stoeltjeslift. Ook op het transportband gaan de mijnwerkers wel naar het kolenfront. De kolen worden voor een belangrijk deel mechanisch gewonnen met de kolenschaaf, een eigen ontwerp van DSM. Deze schaaf maakt het mogelijk ook zeer smalle lagen te ontkolen. Eveneens een uitvinding van DSM is de zogenaamde wandelbouwondersteuning, die is aangepast aan de schaafinstallatie en die mechanisch wordt verplaatst om het dakgesteente van de smalle pijler te ondersteunen. Door de mechanisatie kon de productie weliswaar aanzienlijk worden opgevoerd, maar tenslotte woog het rendement bij lange na niet meer op tegen de kosten en werd besloten tot inkrimping en sluiting. Voor het laatst werden de penningen op het bord gehangen. De kolenproductie in de Emma Hendrik is afgelopen. De laatste kompels van DSM zijn mijnwerker af. Wij wisten al jaren dat de mijn ging sluiten. Maar nou, met die oliecrisis. Is toch eigenlijk veel te gek. Ze hadden hem juist zo groot open kunnen laten. En wie weer aan werk komen, dat moet de verzeker zelf wel weer uitzoeken. Vele van de oorspronkelijk 35.000 mijnwerkers hebben in de sluitingsjaren van de staatsmijnen een werkring gevonden in een van de chemische bedrijven van DSM, die voor de omscholing hebben gezorgd. Oudere werknemers konden met vervroegd pensioen gaan. Het chemische bedrijf van DSM zal merkwaardigerwijs voor een aanzienlijk deel doordraaien op basis van olie, voor een ander deel met aardgas als grondstof. Tot eind 1975 zullen er in de particuliere mijnen Laura en Oranje-Nassau nog kolen gedolven worden. Daarna zal de rol van de Limburgse kolen geheel zijn uitgespeeld.